Dag dames en heren, iedere week kijken we even met u terug naar de afgelopen week en vandaag doen we dat vanuit Noordwijk. Het plan voor een enorm windmolenpark voor de kust van Zuid-Holland zorgt hier voor veel weerstand. En verder in deze uitzending, ADO Den Haag wint op spectaculaire wijze van PEC Zwolle. Een meisje van 12 jaar wordt mogelijk jarenlang mishandeld door haar stiefmoeder en vader. En we kijken mee vanuit een politiehelikopter bij een achtervolging op een aantal inbrekers. Welkom bij het TV West Weekoverzicht. ADO Den Haag is al 8 wedstrijden op rij niet te verslaan in eigen huis. Afgelopen weekend is het weer raak. PEC Zwolle wordt verslagen en weer is er een hoofdrol voor Michiel Kramer. Kijk, als ze hun in de 91ste minuut 2-2 maken, dan denk je natuurlijk niet meer dat je die 3-2 gaat maken alleen. Hij viel voor mijn voet en ik kom uit te draaien in de verre hoek schieten dus. Het is druk in de as, het moet breed of naar voren. Wormgoor met een bal richting Alberg, dat is niet te langs. Die winterkop wil ik, maar dat is Kramer daar vanaf van het bal. Kramer! Ja! Kramer! Het is opnieuw! Michiel Kramer! Jeetje, jeetje, jeetje! Die is al lang dood, maar Kramer niet. Kramer leeft, Kramer scoort en hij flikt het er toch maar weer. Ik blijf het zeggen, als hij goals maakt onder zo'n tegenvaller of na zo'n tegenvaller. Als je dan nog zo koelbloedig bent en eigenlijk vanaf de zijkant oogt het heel logisch, heel makkelijk. Maar in het veld, als je zo kan handelen en kan denken op zo'n moment, ja, waanzinnige kwaliteit. Reda M., de overvaller van multimiljonair Wim Zegwaard in Rijswijk, moet 14 jaar de cel in. Hij is volgens de rechter ook verantwoordelijk voor een overval op een gezin met kinderen in Rotterdam. En vanwege het vele geweld dat Reda gebruikte, vindt de rechter een hoge straf op zijn plaats. Twee overvallers sluipen op 22 maart 2012 de villa van Wim Zegwaard binnen en overvallen de ondernemer en zijn partner. Ze worden vastgebonden en er wordt voor tonnen aan geld en horloges buitgemaakt. Begin deze maand start de rechtbank aan de behandeling van het gigantische dossier van hoofdverdachte Reda N. Het beslaat ruim 1600 pagina's en behelst ook de overvallen op een gezin in Rotterdam en op een slagersechtpaar in Honselersdijk. Het grote probleem bij de overvallen was dat er geen sporen zijn gevonden aan de hand waarvan de identiteit van de daders kon worden vastgesteld. Dat betekent dus dat het Openbaar Ministerie het moest doen met aanwijzingen dat Reda de dader was. En de grote vraag is natuurlijk, vond de rechter dat genoeg? En hoe zit het met de verklaringen die Reda zelf gaf voor die aanwijzingen? Was die geloofwaardig? Nou, de rechtbank gelooft er helemaal niets van. Waarom niet? Omdat het gewoon niet controleerbaar is. De rechter vindt het vooral verdacht dat Reda na de overval ineens heel veel geld kan uitgeven. En verdachten die niet beschikten over enige legale bron van inkomsten, heeft daarvoor geen enkele verklaring kunnen geven. Er komt nog bij dat Reda niet alleen beschikt over horloges die zijn buitgemaakt bij Zegwaard, maar ook over geld. De rechtbank die stelt vast dat het op zich heel goed mogelijk is om goederen zoals horloges die door anderen zijn gestolen in bezit te krijgen. Maar dat dat niet aannemelijk is als het gaat om grote geldbedragen die bij zo'n overval zijn buitgemaakt. Dat geld blijft normaal gesproken in handen van degene die het hebben gestolen. Reda wordt voor de overval op Zegwaard veroordeeld tot 6 jaar. De overval in Rotterdam, waar ook kleine kinderen bij betrokken zijn, levert hem nog eens 7 jaar cel op. Dat hij de overval in Honselersdijk heeft gepleegd is volgens de rechter niet bewezen. Maar wel wapenbezit en drugshandel. En dat brengt het totaal dus op 14 jaar cel. Vooral voor de overvallen zijn forse straffen opgelegd. Hier zijn strafverzwarende omstandigheden. Overvallen die heel lang hebben geduurd. En overvallen waarbij ook kleine kinderen betrokken zijn geweest. En dat maakt dat de rechtbank zegt, 14 jaar is dus passende straf voor deze feiten. Ze zijn zich werkelijk rotgeschrokken in Noordwijk en Katwijk. De plannen voor een windmolenpark hier voor de kust zijn nog ingrijpender dan waar de inwoners voor gevreesd hadden. De 700 windmolens voor de kust van vooral Noordwijk zijn een schrikbeeld voor wethouder Pieter Jan Barnhorn. De animatiebeelden van het ministerie geven een goede indruk van hoe het in de toekomst eruit komt te zien. En dat was schrikken. Zo erg dat het ministerie deze beelden nog niet wil vrijgeven.
het vrije uitzicht dat u nu heeft, raken wij totaal kwijt. En niet alleen Noordwijk, ook Zandvoort, ook Katwijk, zelfs Wassenaar. Er komt een hekwerk met 700 windturbines. En die windturbines die zijn dan ook nog een keer 190 meter hoog. Deze animatiebeelden van Eneco geven een kleine indruk van de omvang van de nieuwe windmolens. Alleen zijn het er dan geen 35, maar 700. Bovendien liggen ze nog maar 18 kilometer uit de kust en zijn ze ook nog eens veel hoger, zo'n 190 meter. Dat is ongeveer anderhalf keer de Domtoren in Utrecht. Dat is bijvoorbeeld 7 keer de vuurtoren van de gemeente Noordwijk. Zo hoog worden ze, dus dan zijn ze ook heel goed te zien vanaf de kust. De gemeente Noordwijk vreest dat de toeristen het massaal af laten weten in de toekomst. Wij denken echt dat het ook zeg maar van onze badplaats een dooddoener is, in de zin van zo'n windturbinepark hier voor de kust. Dat is echt desastreus. De gemeenten Noordwijk, Katwijk en Zandvoort pleiten dan ook voor een alternatieve locatie bij IJmuiden Ver, dat 60 kilometer uit de kust ligt. Daar ligt het niemand in de weg. Het ligt op een zandplaat. Er zijn heel veel mogelijkheden daar. Zelfs meer dan die 700. Dus ook in de toekomst zou daar meer windturbines neergelegd of aangelegd kunnen worden. Maar voor de kust hier is dat gewoon voor de economie van alle badplaatsen desastreus. Het samengaan van de kabelbedrijven UPC en Ziggo verloopt niet zonder slag of stoot. De netwerken moeten op elkaar worden afgestemd en dat pakt niet goed uit voor de kijkers van TV West. Ziggo vraagt de afgelopen weken aan zijn abonnees om hun tv opnieuw in te stellen. Dit heeft te maken met de fusie met UPC. En sindsdien komen er tientallen klachten binnen bij Omroep West. Hier in Schoonhoven valt hij iedere keer uit. Het is toch maar voor een paar minuten, maar toch. We hebben helemaal geen ontvangst, het beeld staat op zwart. Ik woon in Leiden en ook wij hebben geen TV West meer sinds de nieuwe zenderindeling van de Ziggo. Ik zie alleen nog maar balken en strepen. Maar volgens Ziggo gaat het om een kleine groep mensen. Het is geen heel groot probleem, want verreweg de meeste mensen kunnen gewoon kijken. Als wij de helpdesk bellen, dan zeggen ze iets heel anders. Krijgt u trouwens veel klachten binnen? Ja, inderdaad. Met de laatste netwerkadministratie hebben we heel veel klanten dat bellen dat één of twee zenders missen. Het verhaal doet de ronde dat het signaal van Omroep West zwak zou zijn. Maar niet eens minder wij, want het gaat hier gewoon goed de deur uit. En het heeft juist te maken met de frequentie waarop Ziggo ons uitzendt. De frequentie waarop Omroep West wordt uitgezonden is een gevoelige. Er zijn nog meer apparaten die van deze snelweg gebruik maken. Bijvoorbeeld magnetrons, het signaal van mobiele telefoons of van laptops. Meestal gaat het goed, maar de gebruikers van deze snelweg kunnen elkaar in de weg zitten. En dan ontstaat er storing. Ja, de vraag is natuurlijk een beetje, waarom zitten Omroep West en de andere regionale omroepen op die frequentie? Precies de achtergrond van die keuze die heb ik zelf ook niet. We hebben dat samen gedaan met UPC, waar we dus mee gaan fuseren. En die keuze die is op die momenten zo gemaakt. Wat ik wel nog wil aangeven is dat wij natuurlijk ook van deze klachten gehoord hebben. Wij vinden dat het er misschien niet zoveel zijn. Jullie vinden dat het heel veel zijn. Maar de mensen zelf hebben er het meeste last van, die ermee te maken hebben. En wij zijn ook aan het kijken nu of we daar toch nog niet een andere verdeling van kunnen maken. Maar ik kan nog geen beloftes over doen. Ziggo gaat nu kijken of het mogelijk is om de regionale omroepen op een andere frequentie door te geven. Maar zolang dat niet is gebeurd, moet u zelf zorgen voor een nieuwe, betere kabel. En als dat dan niet werkt, dan stuurt Ziggo een monteur langs. Een meisje uit Roelof Arendsveen dat onlangs in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht, is mogelijk jarenlang mishandeld door haar stiefmoeder en vader. Beide zijn inmiddels opgepakt door de politie. Opvallend genoeg zette de stiefmoeder zich in voor betere jeugdzorg. Ze zat in de cliëntenraad van Jeugdbescherming West. Zo profileert Petra These graag als iemand die zich inzet voor een betere jeugdzorg. In een artikel in het Leids Dagblad vertelt ze vorig jaar breed uit dat er 8 jaar lang gezinsvoogden de macht in haar gezin overnemen. De 2 oudste stiefkinderen hebben weliswaar gedragsproblemen, maar daar kunnen de ouders niets aan doen, vertelt ze de krant. Dat het wel degelijk goed mis is, blijkt vorige week als de oudste dochter van 12 meer dood dan levend wordt aangetroffen in het ouderlijk huis in Roelof Arendsveen. Ze was toen zwaar onderkoeld en is eigenlijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En allereerst zijn de ouders als verdachte aangemerkt en is de stiefmoeder aangehouden. En vandaag is ook de vader van het meisje aangehouden. Buurtbewoners willen niet voor de camera reageren op de mishandeling en verwaarlozing van het 12-jarige meisje.
Maar buiten de camera's om vertellen ze me dat die mishandeling al jarenlang gaande is. En niet alleen van het meisje, maar ook van een broer die een paar jaar ouder is. Buurtbewoners die hebben diverse keren aan de bel getrokken bij hulpinstanties, waaronder jeugdzorg. De kinderen zouden worden geslagen, zouden niet aan tafel mogen eten en de jongen zou moeten slapen in een tuinhuisje. Ook zou de jongen een keer buiten zijn neergezet in alleen zijn onderbroek en met tape om zijn mond als straf. De jeugdzorg rond het gezin is begin dit jaar overgegaan aan jeugd- en gezinsteam Kaag en Brazen. Zij kunnen inhoudelijk weinig zeggen vanwege de privacy van het gezin en omdat het Openbaar Ministerie de zaak onderzoekt. Op dit moment loopt er een onderzoek. Het Openbaar Ministerie doet een onderzoek. Waarschijnlijk zal de inspectie ook wel een onderzoek gaan starten naar de zorg die verleend is in de afgelopen periode en de zorg die nu verleend is. Daar zal uit blijken hoe dat gegaan is en wat voor meldingen er gedaan zijn en hoe er op die meldingen gereageerd is. En op basis van de uitkomst van het onderzoek kan daar misschien wat meer over verteld worden door het Openbaar Ministerie. Het oudste kind woont inmiddels niet meer thuis. De drie jongste kinderen zijn elders ondergebracht. Dat je op je oude dag wat vergeetachtiger wordt, dat is vrij normaal. Maar als je getroffen wordt door dementie, kan je flink de weg kwijtraken. Soms zelfs letterlijk. Maar daar hebben ze bij een woonzorgcentrum in Pijnakker een oplossing voor. Ik vind het prachtig. Ja. Zo ziet het er een paar maanden geleden uit. Overal dezelfde deur. Bewoners kunnen alleen aan het naambordje zien waar hun kamer is. Of ze moeten het kamernummer onthouden. Maar dat valt niet mee als je begint te dementeren. Een levensgrote foto van hun oude voordeur biedt uitkomst. Maar dat van de oude buurt blijft toch hangen. Door de stickers zijn de deuren dus makkelijker te herkennen voor de bewoners. Daarbij helpen ze niet alleen om de weg te vinden. Flirt de boel ook meteen een beetje op. Want nieuwbouw is natuurlijk heel saai. En mensen moeten zich toch thuis voelen. En ja, als je zo'n deur ziet, dan denk je, nou ja, oké. En boven dan zien ze echt de eigen deur. En dan denken ze, ja, dat is mijn eigen huis. En dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Ze voelen zich meer thuis. Maar toch is niet alles aan de deur hetzelfde als vroeger. De brievenbus zit dicht. Ik kan er geen brief doorkrijgen. Maar die moet ik iedere dag naar de brievenbus halen. Toch? Maar dat geeft niet. Dan blijf ik nog een beetje in beweging. Een aantal inbrekers probeert op 14 november in Schipluiden te ontkomen aan de politie. En daarbij botsen ze in Den Hoorn met een auto vol op oud-minister Marja van Bijsterveld die vanaf de andere kant komt aanrijden. En dit alles wordt gefilmd door een politiehelikopter. De politiehelikopter hangt aanvankelijk te wachten boven het centrum van Schipluiden, langs een van de mogelijke vluchtroutes van de inbrekers. Die hebben net geprobeerd hun slag te slaan langs de rustieke Vlaringse kade. Ze worden gesnapt door de bewoner die ze zijn huis uitmept en de inbrekers slaan op de vlucht. Agenten op de grond zien ze als eerst rijden en geven dat door aan de meldkamer. Langs de Toto, net een Toyota Corolla, groen van kleur, de zoede hangt erboven. Dan vragen we assistentie van onze collega's van de politiehelikopter. En als die in de gelegenheid zijn, dan zijn we altijd erg blij als die meekijken. Ze hebben een veel breder zicht en veel mogelijkheden om ons te helpen bij het werk op de grond. De politiehelikopter of Zulu zoekt eventjes. Weg richting Delft. Een opvallende eenheid zit een auto of 6, 7 erachter. En heeft de inbrekers dan al snel in het vizier. De jacht is geopend. Voertuig in zicht, een auto erachter van de politie. Ja, een opvallende eenheid van de politie erachteraf. Ja, is correct. We rijden op de tramkade. Op het smalle weggetje wordt het zo gevaarlijk dat de politiewagen de achtervolging stopt. De helikopter blijft volgen. Maar dan... Auto is gecrashed. En wat je op de beelden ziet is dat natuurlijk ook een aanrijding ontstaat. Dus collega's van mij zijn dan ook, die moeten dan die aanrijding gaan oppakken ook. Waardoor er een hele nieuwe situatie ontstaat. En die helikopter kan blijven achtervolgen. Meldkamer, de Zulu, één persoon zwemmend in het water na de overzijde. De heli blijft de vluchtende verdachte op de huid zitten. Terwijl agenten op de grond zich bekommeren om het slachtoffer van de aanrijding en de andere verdachte. Eén verdachte in de boei op de grond, twee verdachten in de auto, alles hier rustig. De inbreker probeert nog steeds te ontkomen. Ja, wij volgen die persoon, is nog steeds op de sportvelden. Als een eenheid in de buurt is, wil ik graag een berichtje de kruwe wagen sturen. Loop niet op het voetbalveld. Maar zelfs wanneer die even uit beeld raakt, pikt de helikopter met de warmtecamera weer op. En samen met de agenten op de grond... Collega's linksaf, Mozartlaan. ...krijgen ze het uiteindelijk voor elkaar.
Collega heeft verdachte aangehouden. Mozartlaan, achterzijde flatten. Er wordt nog wel eens geklaagd over de herrie van de helikopter. Maar als je in je eigen woning vier woninginbrekers voor je neus hebt, dan ben je denk ik heel blij als daar een politiehelikopter boven hangt. En meezoekt naar die verdachte, zodat we die verdachte kunnen aanhouden en kunnen zorgen dat ze niet bij u inbreken. Mooi gewerkt, dank u wel. Er zijn plannen om in het oude mannenhuis in het Haagse Hofkwartier ex-verslaafden op te vangen. Een nobel streven, maar ja, is dat wel zo handig in een uitgaansgebied in de Haagse binnenstad? Een groep bewoners en ondernemers vreest overlast. Achter deze monumentale gevel moeten 38 ex-verslaafden komen. Ze hebben een traject achter de rug en zijn van hun verslaving af, maar hebben nog begeleiding nodig bij het opbouwen van een normaal leven. De stichting STAM gaat dit verzorgen en heeft zijn oog laten vallen op de kamers in het oude mannenhuis. Die staan sinds december leeg, omdat de Rotterdamse Erasmus Universiteit, die de ruimte gebruikte voor studentenhuisvesting, de huur opzegde. Maar volgens bewoners is het Hofkwartier bij uitstek geen goede plek voor mensen die kampen met verslavingsproblemen. Want er zijn veel te veel verleidingen. 10 cafés in een straal van 100 meter. 3 koffieshops. Hommelzoon Casino. Ik bedoel, als je daar een verslaafde tussen zet, dan is de kans van slagen nog minder. Daghoreca, avondhoreca, nachthoreca. Het gaat hier door tot 5 uur 's ochtends. En ja, wij zijn bang. Want deze mensen kennen op een gegeven moment hun grenzen niet meer. Is het niet angst voor het onbekende? Misschien valt het allemaal reuze mee. Het gaat om ex-verslaafd. Ja, misschien valt het reuze mee. Maar mevrouw, dan heb ik nog wel andere ideeën. Dan kan je in dit prachtige huis kan je ook bejaarden zetten. De Stichting Noodopvang Haaglanden is eigenaar van het oude mannenhuis. Het bestuur kan zich de onrust voorstellen, maar dat is niet nodig. Nou, als we het woord drugs horen natuurlijk, want het zijn ex-drugsverslaafden, maar goed, dat woord zit daar nog wel in. Dan kan ik me begrijpen dat die buurt denkt, wat gaat hier gebeuren? Maar de mensen die hier komen, gebruiken geen drugs. Als ze dat zouden doen, worden ze uit het gebouw gewipt. Ik geloof het woord ex niet. Nou, ik heb een neven die is verslaafd. En sorry, die wordt nooit ex. Die blijft zijn hele leven verslaafd. Volgens de Stichting Noodopvang Haaglanden is het Hofkwartier juist wel een goede plek voor deze groep mensen. Als je meer op de hei gaat zitten met zo'n club, ja, dan is het een hele andere situatie en dan leren ze het niet. Hier moeten ze gewoon goed kunnen functioneren zonder cafés binnen te lopen en daar alcohol of wat dan ook te gebruiken. Het is nog niet helemaal zeker dat het project naar de Oude Molstraat komt, omdat er nog geld bij elkaar gezocht moet worden voor de begeleiding. Maar daar hebben de stichtingen alle vertrouwen in. En als het geld geregeld is, dan start het project op 1 april of desnoods op 1 mei. Na een korte opleving leek de lente de afgelopen week toch opeens weer ver weg. Maar bij kinderboerderij Het Geertje in Zoeterwoude kondigde de lente zich toch echt aan. In 6-voud maar liefst. Nou, afgelopen zaterdag hebben we eigenlijk wat unieks meegemaakt op de boerderij. Dat is eigenlijk in 32 jaar bestaan eigenlijk nog nooit voorgekomen. En dat we een zesling hebben gehad. Nou ja, het is eigenlijk, wat ik zei, al heel bijzonder omdat we het eigenlijk op de boerderij nog nooit hebben meegemaakt. En daarnaast is het ook een geit die bijna 8 jaar oud is. Dus ja, het is best een hele prestatie, ook op die leeftijd nog. Het is eigenlijk een hele mooie tijd, ook een hele drukke tijd. Maar ja, het is gewoon een plezier als je 's ochtends weer de staldeur open doet. En ja, je hoort de lammeren, je hoort ze lekker actief zijn. En ja, daar krijg je gewoon een glimlach van als je de deur open doet. Ja, en ook al probeerde de zon het af en toe de afgelopen week, het was toch meestal bewolkt en nat. En daar konden zelfs de weerfotografen niets aan veranderen. Thank you.
En de mooiste weerfoto van deze week is gemaakt door Ginny Westra. Zij krijgt de door haar gemaakte foto afgedrukt op canvas. En wilt u ook winnen, blijf dan uw weerfoto's sturen naar weer@omroepwest.nl. Ja, dat was het weer voor deze week. Volgende week zaterdag is er weer een nieuw TV West weekoverzicht. Het actuele nieuws kunt u natuurlijk blijven volgen via onze website omroepwest.nl, via Facebook en Twitter en natuurlijk ook bij de collega's van 89.3 Radio West. Ik wens u een prachtig weekend.